Welkom bij de expositie René Lalique in Nederland. En welkom op Paleis Soestdijk. Want in 1937 worden hier lampen opgehangen, ontworpen door René Lalique. Vier plafonnières en een grote luster hier helemaal aan het eind van de gang. Het is natuurlijk een interessante vraag hoe dat Franse glaswerk op een Nederlands paleis terechtkomt. Maar daarvoor moeten we eerst terug naar de 19e eeuw. In de tweede helft van de 19e eeuw was het overal in Europa beginnen te gisten. Een nieuwe burgerlijke bovenlaag, rijk geworden met industriële innovaties, ging zich manifesteren. Deze bourgeoisie wilde flaneren op straat met dure kleding, in de avonduren uitgaan en leven in mooi ingerichte stadsappartementen. Het was het directe gevolg van een maatschappelijke machtswissel overal in Europa. Niet langer de adel, maar de gegoede burger zette nu de toon in smaak, stijl en gedrag. De stad Parijs was daarbij trendsetter. Deze stad zette de toon voor verfijning en versiering van het dagelijks leven. Ze bleek een magneet voor kunstenaars, mannequins, intellectuelen en industriëlen. Ze vestigden zich op de grote boulevards of in de nieuw gebouwde voorsteden, de Faubourg. De in 1860 geboren Franse kunstenaar en Parisien René Lalique zou zijn leven lang goed aanvoelen wat deze nieuwe generaties dreef. Eerst als juwelenontwerper en later als glasindustrieel stond hij aan de basis van de luxe Franse Art Nouveau en Art Deco-stijl. Door zijn grote kennis van de klassieke oudheid en de natuur en als gevolg van machinale toepassingen presenteerde hij steeds opnieuw verrassende objecten in een herkenbare en toch moderne stijl. We kijken hier nu naar manchetknopen van goud. En het aardige van het doosje is dat er nog een oud adres van Lalique op staat. Eigenlijk zijn eerste grote atelier, Rue Thérèse. En daaraan kun je ook ongeveer zeggen wanneer dit gemaakt is. Ik denk zo rond 1894-95. En je ziet hier eigenlijk al waarom hij nou zo beroemd werd. Allereerst de thematiek. Het is een dansend paar, naakt. Wat in die tijd eigenlijk natuurlijk toch wel een beetje scandaleus was. En dat is precies waarom die stap voor stap eigenlijk de vernieuwer van het moderne sieraad wordt genoemd. Lalique is een ontzettende theaterliefhebber. En zo rond 1890, 1892 ontmoet hij steeds vaker mensen die in het theater ook een grote rol spelen. Zoals Sarah Bernhardt en Emma Calvé. En ook Lucien Quitry, die bestelt bij hem of krijgt van hem, dat weten we niet precies, een ring. Dat is een buitengewoon curieus object. Het is eigenlijk een soort waterspuger. Maar deze spuugt geen water, maar probeert juist een steen te drinken. En daar zit natuurlijk ook weer een symboliek achter. Iemand die een steen probeert te drinken, die zal er nooit in slagen. Dat is een soort onmogelijkheid. Die Lucien Quitry die speelt ook in een heel beroemd stuk van Edmond Rostand, Chanteclerc. En daar speelt hij de hoofdrol. En alle acteurs en actrices zijn verkleed als dieren. En hij speelt daar de Franse haan. En ook daar verbeeldt Lalique eigenlijk toch weer heel vaak dat theater terug in zijn sieraden. Of dat nou daarvoor of daarna ontstaan is, dat weten we niet precies. Maar we zien een soortgelijk sieraad van een vrouw verkleed als pauw. Nou, zo laat hij zich dus inspireren. En komt hij ook tot de meest bizarre creaties. Ja, naast die bizarre vormentaal uit het theater innoveert hij eigenlijk ook op het gebied van materiaalgebruik. En je ziet hem stap voor stap vernieuwen. Door het gebruik van vensteremail, waar het licht mooi doorheen speelt. Het gebruik van horen, waaruit hij prachtige haarkammen snijdt. Die hij weer voorziet van email en kleine gegoten stukjes glas. Ja, dit is een vrij zwaar object. Het is namelijk gegoten glas. En hier zie je dus dat Lalique eigenlijk vanaf 1905, 1906 steeds vaker gegoten glas in zijn sieraden gaat gebruiken. Maar als je het materiaal wat nader gaat beschouwen, dan zie je dat het eigenlijk ontzettend simpel is. Maar wel heel erg luxe door de naam die erop staat. Want inmiddels was zijn naam het merk geworden. Lalique begon onder zijn eigen naam niet alleen maar de sieraden, maar eigenlijk allerlei soorten van luxe voorwerpen te verkopen aan zijn winkel op de Place Vendôme, nummer 24. Door het verzoek van de parfumeur Coty in 1908 om een parfumfles te ontwerpen, zag Lalique kans zijn eigen glasfabriek te openen. Hier ontstonden na 1909 parfumflacons en poederdozen van glas, maar ook al snel vazen en glazen sieraden. Nu konden zowel parfumeurs als individuele klanten worden bereikt. Tussen 1910 en 1940 produceerde Lalique in zijn twee fabrieken honderden glasontwerpen in duizelingwekkende aantallen door het gebruik van hypermoderne machines. Toch kregen al deze voorwerpen een persoonlijke touch. Door kleurverschillen, opgebrachte patina's en klassieke vormen behielden de ontwerpen een kunstzinnig karakter. We noemen dit moderne industriële luxe. Nederland maakt pas na de Eerste Wereldoorlog kennis met het werk van Lalique. Zijn glas werd vanaf 1920 verkocht bij de luxe warenhuizen Metz & Co. en Fokke & Meltzer.
Het waren ook in Nederland vooral rijke burgers die zijn werk kocht en koesterden. Het is daarom des te opmerkelijker om een lamp van Aliek op een paleis terug te vinden. Maar het was een geschenk van diplomaten die de lamp hadden gezien in Parijs. Ze brachten het hier naar het paleis en daarmee introduceerden ze iets van Franse chic in Nederland.